zit erop, hè, de lancering van RTV Oranje. Hoe was het? Het was fantastisch. We hebben een super drukke dag gehad. We hebben zo'n 4000 bezoekers gehad. Kan niet beter. Ja, want Speelstad Oranje bestaat altijd. Het is niet zo dat het opeens opgericht is speciaal voor de omroep, hè? Nee, we bestaan al 16 jaar. En zeker met een pieperdorp erbij. Dus het gaat geweldig, geweldig. En ik dacht dat met die 120 artiesten, die hebben op 3 podia's hier gezongen en gespeeld. Ik denk dat het een super dag is geweest. Waarom moet RTV Oranje eigenlijk het publieke bestel in? Nou, ik vind het Nederlandse lied, dat is, op het ogenblik is dat in. Het is geweldig. Waarom zouden we dat niet doen? Ja, waarom moet het allemaal Engels wezen? Ik vind het Nederlands lied mag heel goed gepromoot worden. En dat is heel goed gelukt, vind ik. En wat is dan de favoriete Nederlandse plaat van burgemeester Jos? Ja, dat is een moeilijke vraag. Er zijn meerdere. Lucas en Gea vind ik leuk. Hazes vind ik leuk. Ja, ze kan ik wel een paar op noemen. Maar Hazes vind ik is mijn top. Ja. Als RTV Oranje in het publieke bestel komt, wat zou dan een programma moeten zijn waarvan burgemeester Jos zegt van nou, dit is fantastisch. Nou, gewoon een lekkere, leuke, gezellige muziek. Ja, ontspannen, simpel houden, niet te ingewikkeld. Ontspannen, lekker. Dat is al ellende genoeg in de wereld. Dus lekkere, gezellige muziek. Lieve mensen, word lid van RTV Oranje, want het is een must. Het is geweldig. Het Nederlands lied moet gepromoot worden. Doe er wat aan. Word lid voor die 575. Ik ben het ook. Doei.